Het komt natuurlijk niet zo vaak voor dat een boek door twee mensen geschreven wordt. Dat is lastig te organiseren. We kennen Sarah Burgerhart, geschreven door Wolf en Deken. En in de 20e eeuw hebben we bijvoorbeeld Martin Bril en Dirk van Wilde, die samen boeken geschreven hebben, onder andere het fantastische Piano en Gitaar. Ja, en dan hebben we het ook daar hebben we het ook al een beetje mee gehad. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Er zijn wel meer voorbeelden te vinden. Maar het is lastig. Herman Brusselmans, Tom Lanois met het toneelstuk Canadese Muur. Maar het is lastig om met z'n tweeën een boek te schrijven. Hoe doe je dat? Ga je met z'n tweetjes zo rondom je schrijftafel, typemachine, laptop zitten of zo? Of om de beurt een zin? Of een soort kwikwek en kwak idee dat je dan, dat is het idee met z'n drietjes, maar dat je om de beurt een woordje zegt of zo en dat het dan wordt. Dus dat is lastig om te organiseren. En hoe dat ze dat gedaan hebben, bijvoorbeeld die Wolf en Deken, dat is nog steeds heel erg onduidelijk wie nou precies wat geschreven heeft. Misschien vinden we dat nog wel eens. Er zijn wel meer boeken door twee mensen geschreven. Onder andere het verhaal van Walewijn en het zwevend schaakbord. Geschreven door Penning en Pieter Volstaert. Zij hebben niet echt samengewerkt. Dat is wel duidelijk hoe zij het geschreven hebben. Namelijk Penning. Wie dat was, is onbekend. Is met een boek begonnen en die heeft dat niet afgemaakt. En dat vond Pieter Volstaert heel erg jammer. En hij moppert daar ook een beetje op. Op het einde van het verhaal zegt hij ook zoiets van ja, die collega van me, die is dat begonnen. Dat verhaal, een prachtig verhaal hoor. Maar hij maakt het niet af. En dat lag daarna maar zomaar. Toen heb ik het maar verder afgeschreven. En hij is vrij precies ook waar dat het afgebroken wordt. Natuurlijk niet helemaal precies, maar je kunt redelijk zien ook. Hè, het gaat om ongeveer 3000 regels. Kun je redelijk zien waar die overgang zit. Maar de vraag is wel, waarom heeft die Penning het niet afgemaakt? En je zou kunnen zeggen, dat is ook helemaal niet gek. Hij ging dood, dus dan, ja, hij was bezig met schrijven en hij ging dood. En toen, ja, dan niet afgemaakt. Maar eigenlijk, ja, maar zoals Volstaert daar het zegt, klopt het ook weer niet, want hij zit ook een beetje te mopperen. Nou, je gaat niet op iemand mopperen, als hij dood gaat, ja, je kunt wel mopperen, maar dat heeft zo weinig zin. Dus je kunt eruit afleiden dat die Penning bij leven bewust gestopt is met zijn verhaal. Misschien vond hij het te heftig, of had hij geen zin meer, maar er was in ieder geval, iets. En Pieter Volstaert, die geeft hem eigenlijk op zijn kop. Dit is een hele leuke, mooie uitgaven. Sowieso van deze serie. Hè, dat zijn de Zwolse herdrukken. Daar zijn er heel veel van. En via boekwinkeltjes.nl kun je ze ook nog relatief goedkoop de meeste van aanschaffen. Zal ik je zeker aanraden om dit te doen. Twee boekjes. Die er samen één. Deel 1, dat is de tekst. Dus dat ziet er zo uit. En deel 2. Dat zijn de verklarende dingen. Dus hier gaat het over welke regel staat dan wat en hoe moeten we dat zien. Dat is natuurlijk wel, je krijgt een fantastisch verhaal. Het gaat over, op een gegeven moment komt en zitten die koning Arthur en zijn ridders van de ronde tafel zitten dan. Aan de ronde tafel natuurlijk. En dan komt er een schaakbord binnenzweven. Een heel mooi schaakbord. En iedereen, ja, ze weten niet hoe ze mee aan moeten. En het is klaar om te schaken. En dan vliegt het er weg. Wat verdorie, zegt koning Arthur. Ja, dan hadden we zo'n mooi schaakbord hier kan binnenvliegen. En dan is hij weer weg. En dan zeggen die ridders, dan gaan we toch halen dat ding. Dus dan krijgen ze de opdracht. Of ze geven zichzelf de opdracht misschien in ieder geval. Van nou, dat zwevende schaakbord, dat moet toch terug. En dat is waar het verhaal over gaat. En die Walewijn heeft daar dan de hoofdrol in. Daarom heet het dus ook. De Jeeste van Walewijn en het schaakbord heeft hier de titel. En de Jeeste betekent zeg maar het avontuur. Dat wat Walewijn meemaakt. En het schaakbord Walewijn en het zwevend schaakbord wordt het ook wel genoemd. En het is één groot, mooi, prachtig verhaal. En het typisch zo'n echt ridderverhaal. Met van die opdrachten, alsof je een soort computerspel. Je gaat steeds naar het volgende niveau. En dan moet dit weer gebeuren, en dan komt hij die weer tegen. En dan moet er weer iets opgelost worden. En dan weet je, en dan spelen liefdesverhalen gaan er doorheen. En het is één mooie grote bol van avontuur. En is het natuurlijk een beetje lastig om dat in het Middel-Nederlands te lezen. Ondanks die woordverklaringen en die zinsverklaringen. Maar gelukkig
is er een paar jaar terug deze prachtige vertaling verschenen, geschreven door Ingrid Biesheuvel. Dat kan ik je ook echt aanraden. Het is een mooie vertaling. Hij is ook gewoon echt helemaal vertaald. Ik heb hem even hier, dus hier stopt hij om aan te geven. Het begint op bladzijde 19 hier en hier op bladzijde 199 stopt het verhaal. Dus zo'n lekker dik boek is het. In het Middel-Nederlands is het lastig hoor, zo'n heel dik boek te lezen. Maar hier, dit is met een taalvaardigheid geschreven in modern Nederlands. Het is heerlijk. En hier kun je dus echt je lol mee op als je zo'n goed, gaaf, echt middeleeuws ridderverhaal wil lezen. Dit is the real thing. Dit is wild ridderliteratuur zo ontzettend boeiend en prachtig. Ja, en welke je dan leest, ja, dat doet er natuurlijk niet zoveel mee toe. Dit is dus het echte. Maar, nou, die vertaling. Echt, petje af, heel goed gedaan. En iedereen mag dit prachtige boek toch wel eens een keertje lezen.